Ja, het zou een late show kunnen worden als alle bedankwoordjes zo lang duren. Maar ze hebben volledig terecht gewonnen, Proficiat Average Bob. Ik zit bij Rudy Franks. Rudy, de laatste keer dat ik jou sprak, was een satellietverbinding. Toen zat je in Oekraïne. In Oekraïne aan het front, ja. Was Oekraïne 12-12. Ik dacht, oké, Rudy, die zal er niet bij zijn vanavond. Die zal misschien in Israël moeten zitten, want daar is het ook weer al ontploft. Ik heb gisteravond mijn valies gereed gemaakt. Ja. Ik wou eigenlijk wel. Maar toen belden ze om hier te zijn, dus ja. Nee, ben je echt gebleven voor de Kastaars? Ik ga er niet alleen over, maar mijn hart ligt eigenlijk kinder een beetje, toch? Ja, maar ik vraag me dat af. Allee, je mag me dat niet kwalijk nemen. Ik weet, je bent totaal niet wereldvreemd. Maar als je dan thuis bent, voor zover je thuis bent, kijk je naar al dit? Kijk je naar online reeksen? Luister je naar podcasts? Kijk je veel televisie? Podcasts sowieso. Online reeksen minder, moet ik bekennen. Maar televisie natuurlijk. Tuurlijk, absoluut. De programma's van Tom Waas. Zelfs eigenlijk James Cook vind ik een sympathieke peer. Dus ja, eigenlijk wel. Hè. Het is niet zo dat je denkt, de helft van de zaal. Ik weet niet wie het allemaal is. Nee, maar ik heb hier Maureen van Ketnet naast mij. En die is helemaal medisch. Dus die kan mij alles uitleggen. En dat is trouwens het gevaarlijkste hoekje hier. Hè. Ja, ja, ze heeft daar haar wel terug. Gestoken. Ja, ze hebben mij naast Rudy gezet om alle vurige situaties goed te doorstaan. Die is dat gewoon. Die is dat gewoon. Het is dat gewoon. En mocht jij hier al een keer iemand niet kennen, Rudy? Het is wel zo dat wij jou allemaal wel kennen natuurlijk. We zijn heel blij dat je er vanavond bij bent en niet in Israël vertoeft. We beschouwen deze kastaar als een prijs waarmee we iemands volledige carrière in de bloemetjes zetten. De stemming van de jury was dan ook unaniem. Maar wie is het? Bart Peeters. Dank u wel. En ik heb mij heel mijn leven in de muziek en op tv heel erg geamuseerd. Ja. En ik heb de wereld vaak misschien schoner voorgesteld dan dat hem is. En ik wil altijd graag dat mensen gelukkig zijn. En ik weet ook dat er een harde wereld is. Maar ik zie gewoon kinder Rudy Franks zitten. En dan denk ik, dat zijn nu de helden van een tv, die dat bij ons binnenbrengen. En alle nieuwsmensen, die ons op de hoogte houden van de waanzinnige dingen die nu met de wereld gebeuren. 365 dagen per jaar, dag in, dag uit, er staan. Door weer en wind, ongeacht de crisissen die er zijn, jullie zijn een baken van vertrouwen. En er zijn miljoenen mensen die dagelijks nog altijd al hun info bij jullie willen. Ja, dat is waar, Koen. En wij zitten hier, want wij zijn dan het gezicht van zo'n nieuwsuitzending. Maar dat zijn twee ongelooflijk hardwerkende machines, ploegen, teams die dat elke dag maken. En dan denk je 1,5 miljoen, 2 miljoen kijkers per dag samen, zoiets. En dat je dat 365 dagen kan doen, ik vind dat een eer om dat te mogen doen. Dat vind ik fijn dat je het zo zegt. En ik vraag me ook af, Fatma, is het eigenlijk... Voelen jullie eigenlijk een soort concurrentie zo naar elkaar toe? Allee, eerlijk zijn, hè? Ik ga heel eerlijk zijn. Dat is af en toe wel zo. Ik denk dat het ook nodig is om elkaar scherp te houden. Dus wij kijken ook naar elkaar elke dag om eens te kijken... Wat brengen zij? Tju, dat hebben wij gemist. Hè? Het spant erom, hè? Dus ik ben heel benieuwd wie volgend jaar die kastaar mag meenemen voor beste actua van Vlaanderen. Wel, omdat voorlopig die kastaar nog niet in het leven is geroepen, dachten we gaan jullie op deze manier toch eens extra veel aandacht geven. Niet speciaal jullie beiden, maar natuurlijk de hele ploeg van VRT en van VTM die op de nieuwsdienst werken. Dus heel graag, dames en heren, voor al die mensen een mega grote dankjewel met een mega groot applaus. Dag Bart Peeters, proficiat. Je leek oprecht verrast gisteravond. Ja, ik was niet genomineerd, hè. Nee. Dus normaal gezien, zo gaat dat bij dat soort dingen, hè. Als je genomineerd bent, dan heb je 1 kans op 4. En dan bereid je je ook een beetje voor. Maar ik kon mij nu niet direct iets voorstellen. Stripact van het jaar of zo.
Wat mij ook opviel, is dat jij in jouw speech ook op een bepaald moment heel expliciet verwees naar Rudy Franks, die ook in de zaal zat. Ik zag hem zitten, hè. Ja. Ik zag hem zitten. Dat helpt natuurlijk als je naar iemand verwijst. En je zei daarbij van, ja, laten we toch niet vergeten dat er op dit moment natuurlijk een oorlog gaande is. Was dat jouw manier om toch ook wel te zeggen van, mannen, we moeten dit toch ook wel een beetje relativeren, want ja, er is wel oorlog en wij staan hier te glitteren? Dat is het probleem van alle entertainers, denk ik. Dat een entertainer die zoekt ten hoogste de balans tussen een lach en een traan, tussen humor en emo, dat is het. En als de oorlog begon, ik heb dan direct geluisterd naar Masters of War van Bob Dylan. Ik dacht, oeh, in de tijd, toen werd dat zo opgelost. Of What's So Funny About Love and Peace and Understanding van Nick Lowe. Maar eigenlijk, als entertainer beteken je niks bij een oorlog. En dat vind ik moeilijk, om dat in te zien en om daar de begrenzing te zien. En ik denk deze dagen, ik heb dat gisteren ook heel erg gemist, dat is een in het licht zetting van de journalistiek. Ja. En dan met name van de oorlogsjournalistiek ter plekke. En ik zag nu de Rudy, de belichaming graag zie, een beetje dat is, daarvan. Dat is toch de belichaming daarvan. Ja. Maar ik bedoelde natuurlijk de volledige oorlogsjournalistiek, die heb ik daar misschien gemist. Ja, maar ze hebben beloofd om daar volgend jaar toch misschien nog ook eens de spotlights op te zetten. Okay. Maar een Kastaar, dat ben je sowieso. Dat wisten we al langer, maar bij deze is het nog eens bevestigd door een jury. Dus we zijn zeker. Bart Peters, hartelijk dank om langs te komen. Dat is heel leuk. Dank je wel. Lisbeth.